Hé, hey, wat goed dat je weer kijkt. Nou, ik ben natuurlijk al druk bezig geweest met de AVG en misschien heb je nog steeds wel vragen over hoe je nou met persoonsgegevens om moet gaan en wat er nou wel en niet mag. Wat dan heel belangrijk is om vooral te weten wanneer er überhaupt sprake is van persoonsgegevens. Daar zijn nogal wat misverstanden over en die wil ik vandaag even uit de lucht helpen. Een persoonsgegeven is eigenlijk alle informatie die een persoon... Identificeert of kan identificeren. Nou, een naam, zoals een voor- en achternaam, dat identificeert natuurlijk gewoon al een persoon. Een portret, als je daarvan weet wie dat is en je dat meteen kunt zien, dan kun je daarmee dus een persoon ook identificeren. Zo kan het ook zijn dat bijvoorbeeld een telefoonnummer of een adres of alle informatie waarmee je uiteindelijk zou kunnen weten bij wie dat hoort, dat zijn persoonsgegevens. Zelfs een IP-adres wordt een persoonsgegeven gevonden door de autoriteit persoonsgegevens. Dan nou is dat bij een IP-adres eigenlijk een beetje lastig, omdat dat eigenlijk nooit naar één persoon herleidbaar is, maar meer naar een groepje personen. Nou, toch vindt de autoriteit persoonsgegevens dat het dan gaat om een persoonsgegeven. Nou mag je wel enigszins onderscheid maken tussen of jij met die, die gegevens iemand kunt identificeren. Uh, of dat anderen dat ook kunnen. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat als je het hebt over straatfotografie, dat jij helemaal niet weet wie er allemaal op de foto staan en dat het voor jou bijna onmogelijk is om daar achter te komen. Dan is het voor jou zijn het dan geen persoonsgegevens. Maar voor de mensen die wel de personen op die foto herkennen, uh, zijn het dan eigenlijk wel persoonsgegevens. Kortom, het hangt een beetje van de situatie af, maar. Ga er even vanuit dat alles waarbij je denkt van, oh, dit kan tot een persoon herleidbaar zijn, met deze gegevens kan ik erachter komen van bij wie dat hoort of van wie dat is of he, wie deze persoon is, dan zijn het persoonsgegevens. Daarnaast hebben we nog bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die je eigenlijk ook niet mag verwerken, tenzij je gebruik kunt maken van een uitzondering. Een van de belangrijkste uitzonderingen is dan bijvoorbeeld toestemming. Er zijn er gelukkig nog wel meer. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uh, ras en etniciteit, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, um, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens, medische gegevens. Dus überhaupt al als je een bril draagt, is dat dus eigenlijk al een bijzonder persoonsgegeven. Uh, en meer van dat soort zaken. En die gegevens mag je dus. ...niet verwerken tenzij je gebruik kunt maken van een uitzondering. Nou, dat, met portretten is dat soms dus al wel lastig, maar daar heb ik eerder al een keer een video over gemaakt. Daarin leg ik meer uit waarom je heel vaak portretten toch wel mag maken en ook mag gebruiken. Bij bijzondere persoonsgegevens moet je er dus vooral rekening mee houden... ...dat je die niet zomaar gaat opvragen bij mensen. Nou, natuurlijk, als je mensen bijvoorbeeld een nieuwsbrief wil sturen of op een andere manier aan je wil binden... Wil je soms heel graag heel veel informatie van ze hebben? En dan kun je beter targeten, bijvoorbeeld in je marketing. Toch mag je dan niet zomaar verplicht stellen dat mensen bijvoorbeeld uh, een geboortedatum opgeven. Want van een geboortedatum kun je een leeftijd afleiden. Nou, dat zou je misschien wel als gezondheidsgegeven kunnen bestempelen. De vraag is een beetje natuurlijk waar die grens dan ligt. Soms heb je het natuurlijk wel nodig hè, voor de uitvoering van een overeenkomst, uh, moet je bepaalde gegevens hebben. Een opticien moet natuurlijk wel weten. Uh, hè, wat de uitkomst is van een oogmeting. Anders kan er gewoon niet een goede bril verkocht worden. Nou, dan mag je natuurlijk die gegevens sowieso wel verwerken. Nou, heb je nou nog meer vragen over wat een persoonsgegeven kan zijn... en wanneer je die nou wel of niet mag verwerken... klik dan vooral even door naar onze website. Daar leggen we er al meer over uit. En anders mag je gerust een e-mail sturen of ons bellen. Dan maken we gewoon een afspraak om er meer over uit te leggen. Vond je dit nou een nuttige video... Vergeet dan niet op het duimpje omhoog te klikken. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan vooral even op de rode abonneerbutton. Het is tenslotte gratis. Elke dinsdag een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Bye!